Waar dan een beetje naar elkaar gaan. Ja, wij voeren vandaag actie op Gentbruggebrug, omdat er, zoals je ziet, hier geen fietspad is. En dat is hier een heel drukke weg met veel fietsers. En binnenkort wordt de Brusselse steenweg aangelegd. En gaat dat hier nog 10 keer zo druk worden. En daarom willen wij dat er een structurele aanpassing komt hier, ten goede voor fietsers. Ja. En die brug wordt ook heel veel gebruikt door scholen. Er zitten scholen aan beide kanten. Die brug wordt gebruikt om bijvoorbeeld naar de Roosbroek te fietsen. En we hebben hier ook de hulp gehad van scholieren en leraars om ons te helpen aandacht te vragen voor dat punt hier. Een actie ondernemen, ja. En zelf fietsjes schilderen om aan te tonen van kijk, het is allemaal wel mooi dat daar fietspaden geschilderd zijn, maar wat gebeurt er met de fietsers die de brug over moeten? En het is nu ongeveer wat, 8 uur, een van de drukste bruggen in heel het Gentse. En het is een groot knelpunt hier en gaat daar eens maar met je fiets doorheen. Ja, de benen waren goed. We waren eerst nogal langzaam op gang gekomen en dan uiteindelijk hebben we gezegd van kom, we pakken hier gewoon een verfborstel, we schilderen een fietspadje. Dat gaat veel rapper gaan. We zullen kijken hoe dat de voorjaarsklassiekers dan verder verlopen. Maar ja, het is ook symbolisch. Het is niet de bedoeling dat we hier echt gaan zien. Ja, het lijkt me iets doen om iets te kunnen bereiken. Ja, we...